Veel belangrijker is dat ik ga praten met Dirk Kuyt over deze wedstrijd. Die is geëindigd, ik zie het ook in je gezicht, in een enorme teleurstelling. Ja, dat klopt. En ik denk, zo kort na de wedstrijd zit je natuurlijk vol emotie. Dus je moet uitkijken wat je zegt. Maar ja, gewoon voor mijn gevoel erg onnodig. En misschien op een stukje volwassenheid van PSV verslagen. En ik vond het ons helemaal niet minder vandaag. En dan is het zo teleurstellend dat je de eerste thuiswedstrijd van het seizoen verliest. Ja, dit soort topduels worden dan altijd op de details beslist. Hè? Hebben zij daarin dan misschien net, ook door die Europese ervaring, misschien net wat meer vernuft af en toe gehad? Ja, dat is altijd cliché-achtig praten na een wedstrijd. Ik denk dat wij gewoon voldoende vermogen in onszelf hebben om een team als PSV te verslaan. En dat dit soort wedstrijden op details beslist worden, ben ik volledig met je eens. En wij zijn denk ik op een aantal momenten slordig geweest, met name de goals die we tegenkregen. Maar ook de kansen die je krijgt, ja, in een topwedstrijd krijg je er maar 3-4. En dan moet je er gewoon 2 of 3 van maken en dat deden wij vandaag niet. En dan kom je net tekort. Moeten er na deze wedstrijd ook harde conclusies getrokken worden? Het kampioenschap lijkt uit beeld te zijn, dat soort zaken. Ja, maar kijk, het hele jaar praat media over kampioenschap. Gaan we voor het kampioenschap? Kunnen we kampioen worden? Ja, wij zijn gewoon bezig met onszelf, om onszelf te verbeteren en om elke wedstrijd te winnen. En wij wilden gewoon een hele goede stap vandaag zetten om tegen PSV te winnen. En een heel mooie tweede helft van het seizoen te spelen. Nou, die verlies je. Dat is een wedstrijd op zich. Ja, nu is de achterstand groter dan we allemaal gehoopt hadden. Maar we moeten verder en gewoon het allerbelangrijkste is nu om morgen weer de koppen bij elkaar te steken en zorgen dat we van AZ winnen en van daaruit een goede serie neerzetten. En dan zien we wel waar het schip stroomt. Nou, maar jij bent ook een van de mensen bij deze club. De trainer is ook zo iemand die winnaarsmentaliteit altijd uitspreekt bij de club om voor het hoogste te gaan. Dus het is toch ook logisch dat wij daaraan refereren als het gat groter wordt. Ja, maar ik vind het gek om dan zeg maar 5 minuten of 10 minuten na een wedstrijd dan gelijk over dat soort zaken te spreken. De teleurstelling, en ik ben gewoon doodziek van dat we vandaag van PSV verloren hebben. En ik ben niet bezig met de lange termijn. En ik vind dat wij gewoon een hele goede ploeg hebben. En dat we tot heel veel in staat zijn. En dan moeten we aan het einde van het seizoen kijken hoeveel dat is. Alleen vandaag is gewoon heel teleurstellend. Want het zijn topwedstrijden, fantastische affiche in de Kuip, vol stadion, publiek stond er weer geweldig achter vandaag. Dan wil je daar gewoon wat in teruggeven. Ja, en als dat dan niet lukt, dan ben ik er gewoon doodziek van. Maar dan ben ik niet zoveel bezig met kampioenschappen. Of kunnen we nog wel of kunnen we nog niet. Nee, dat snap ik, hè? Maar bij heel veel mensen zit ook, mede door vorig seizoen, toen was je er niet bij. Ik weet ook dat je dat gaat zeggen, maar bij heel veel mensen zit de angst erin van als dat dan uit zicht is op een gegeven moment, dat het dan helemaal voortkabbelt. Nu hebben we nog heel lang te gaan natuurlijk, maar jij bent nou net iemand die ervoor kan zorgen dat dat in ieder geval niet gaat gebeuren dit seizoen. Er is heel veel om voor te spelen. En ik bedoel, 16 wedstrijden kan een hele hoop gebeuren. En wat ik zeg, ik wil gewoon Feyenoord beter en beter, met Feyenoord beter en beter worden met het team. En ik heb heel veel vertrouwen in het team. Ja, dat we vandaag verliezen, dat overheerst bij mij gewoon het klote gevoel. Maar voor de toekomst zie ik heel veel perspectief. En wij moeten gewoon zorgen dat we volgende week bij AZ uitwinnen. En van daaruit een goede serie neer gaan zetten. En wat er dan in het verschiet ligt, dat zien we dan weer. Ja, dat wordt wel heel belangrijk, hè, met oog op volgende week. Anders krijg je een Feyenoord-achtige serie die de club onwaardig is natuurlijk. Jawel, maar bij Feyenoord heerst altijd de druk. En zo moet het ook, om elke wedstrijd te winnen. Ik bedoel, tot op heden, elke wedstrijd die we gespeeld hebben en niet gewonnen hebben, ja, was het gewoon niet goed genoeg. En dat is wel een mentaliteit die bij Feyenoord past. Dus ja, de druk van het altijd te moeten winnen, die is er. En dat vind ik ook prettig, want bij zo'n soort teamclub wil ik spelen.